Hoi allemaal, van harte welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn dit weekend in Centerparks de Huttenheugde. De Huttenheugde ligt in Dalen en dat is in Drenthe. Het park is in 1972 geopend en heeft 658 bungalows. De Huttenheugde is vernieuwd en ze gebruiken tegenwoordig deze polsbandjes. Hier kun je onder andere je huisdeur mee openmaken en een kluisje reserveren. Ons huisje nummer 111. Die maken we dus open met het polsbandje. Hier hebben we onze keuken. En de badkamer. Hier hebben we een eethoek. En hier is de woonkamer. En dan hebben wij nog twee slaapkamers. We hebben voor vier personen. Slaapkamer. En nog eentje. En dan is dit ons uitzicht. En dit is dan echt de prachtige omgeving van de Huttenheugde. En nu gaan we richting de Market Room en dan pakken we de mondkapjes er weer bij. Want op het moment dat we dit filmen is de mondkapjesplicht nog geldig. Dus op naar binnen. Het weer is ook niet zo lekker meer. Goed, en dan gaan we zo de Market Room binnen. En daar hebben we diverse restaurants en winkeltjes zitten. Uiteraard is Nonna's een van de bekendere restaurantjes. Maar ze hebben hier ook restaurant Pancakes. En dat heb ik dus op verschillende Central Parks nog niet eerder gezien. Voor mij is dit de eerste keer. Zo, en dan op naar binnen. Ze zijn hier in de Market Dome dus al bezig met de kerstversiering. En ik zie her en der ook nog Sinterklaas dingen hangen. De menukaart van Nonna's. En dan hebben we hier ook nog Aras, vaste inwoners van de Market Dome. En de vissen. En aan deze kant de schildpadden. Nou vind ik dit persoonlijk een van de mooiste Market Domes die ik ooit gezien heb. Deze Market Dome is ook goed begroeid. Het valt mooi in elkaar over. Het past allemaal goed bij elkaar. En dit heeft dus echt wel een heel mooi sfeertje dit. Zo te zien wordt er druk gewerkt aan alle kerstbomen. En dan hebben we hier restaurant Fuego, waar we dus vanavond gaan eten. Persoonlijk een van de leukste restaurants die ze hier hebben. De Shop and Smile. Souvenirshop van het land. En de Daily Fort Store, de supermarkt van het park. De Huttenheugde zijn nog volledig vernieuwd, dus daar gaan we nu heel eventjes een kijkje nemen.
prachtig zwembad geworden. In deze Aquamundo hebben ze ook nog een 25 meter bad en daar komt de stroomversnelling op uit. Hier hebben we de Wildwaterbaan, daar gaan we ook heel even vanaf hoor. Dat is dus echt geheel vernieuwd en dat zie je echt aan alles. Nieuwe tegels, nieuwe stenen, nieuwe ornamenten. Er is een glijbaantje die de hut goed heeft verstopt. Daar gaan we nou heel eventjes naartoe. Om deze glijbaan te kunnen doen moet je eerst van buiten weer terug naar binnen en dan ga je met de glijbaan weer naar buiten. Kinderbadje van de Hutteheugde. Samen met wat de playhouse is geweldig voor de kinderen.
En dat was de Aquamundo. Het is echt een prachtig zwembad. Echt letterlijk aan de overkant van de Hutheugde ligt Plopsa Indoor. Nou gaan wij daar niet naartoe. Wij gaan naar Wildlands Emmen en dat zien jullie in een andere vlog. Wil je er zeker van zijn dat je die vlog ook ziet? Abonneer dan heel eventjes op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Mocht je nou aan de andere kant van het park zitten, dan is het erg ver lopen naar alle gastfaciliteiten. Je kan dan overwegen om een golfkarretje te huren. Nou hebben we dat hier niet gedaan, want wij zitten erg dicht bij de Market Dome. Echter hebben we dat een keer in de Rosse Meren gedaan. Toen zaten we aan de andere kant van het park. En toen waren we echt heel erg blij dat we een golfkarretje hadden. Nou, een golfkarretje huren vanaf 81 euro. Geen geld zou ik zeggen. Hier op de Hutheugde is echt ontzettend veel te doen. En het is misschien wel een van de mooiste parken die ik van Center Parcs heb bezocht. Ze hebben hier heel veel activiteiten. Waarvan hier een klein overzichtje. Ook heel veel speeltuinen zijn vernieuwd. En ze gaan de komende tijd dus nog veel meer doen. Dus als je een gezin hebt met kinderen, is het echt een aanrader om naartoe te gaan. En een vlotje op het water. Nou, dat gaan we natuurlijk even uitproberen. Daar gaan we. En uiteraard kan dit ook niet ontbreken. Een kinderboerderij met wasberen. Kijk, dit is wel leuk bedacht. Hier is een soort Adventure Island. En vanuit hier kan je echt een hele hoop activiteiten zien. En zoals je hier ziet, wordt er ook dus gewerkt aan het uitdiepen van het meer. En geeft het tevens heel eventjes een goede kijk op hoe groot dit park wel niet is. Het water lijkt heel erg smerig, maar daar hebben ze ons al op gewezen in de welkomstbrief. Dat komt dus allemaal door de werkzaamheden op het meer. Nadat dat is afgerond, zou de helderheid van het water weer terug moeten keren. Voor degene die wil, er zijn ook nog ziplines. En de Action Factory, een grote binnenspeeltuin. En wat interessant is, is hier staat een bord met alle vernieuwingen van de laatste tijd. Ik zie hier de Water Playhouse, dat hebben we zojuist gezien in de Aquadome. Nieuwe shop en smile winkel, speeltuinen, een nieuw strand en een vernieuwde bowling. Maar daar komt nog in de toekomst nog veel meer bij. Dit was mijn vlog vanuit Center Parcs de Hutheugde. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan ook eventjes. Bedankt voor het kijken!